handelsoorlog blijft natuurlijk de financiële markten beroeren, maar het ziet er wel naar uit dat er een lichtpunt is. Dus de meest recente commentatoren en ook geruchten die laten vermoeden dat er een handelsdeal in de maak is. Dat zou positief zijn natuurlijk. Concreet zou het betekenen dat China meer goederen zou importeren vanuit de Verenigde Staten. Dan zou het gaan om aardolie, gas, sojabonen, granen en rijst. Daarnaast zou China ook inschikkelijker worden ten aanzien van Amerikaanse bedrijven die handel drijven in China. Dan gaat het met name over de overdracht van technologische know-how. En ten derde vraagt Amerika ook dat China zijn wisselkoers stabiel zou houden ten opzichte van de Amerikaanse dollar en zeker competitieve devaluaties vermijden. En in ruil daarvoor zouden de Verenigde Staten dan afzien van extra tariefverhogingen op Chinese exportproducten en mogelijk ook de tarieven die ze vorig jaar oplegden terugdraaien. Wel, het korte antwoord is allicht niet, al zal Trump waarschijnlijk wel het omgekeerde beweren op sociale media. Maar de werkelijkheid is toch genuanceerder. Ten eerste, verschillende studies laten zien dat het vooral de Amerikaanse consument is die het protectionistische beleid van Trump tot nu toe betaald heeft. Daarnaast, als het effectief tot een deal komt, zou het gaan om een bedrag van ongeveer 80 miljard dollar die de Chinezen zouden importeren vanuit Amerika. Dat is natuurlijk niet niks, maar om het in perspectief te plaatsen, het is ongeveer een vijfde van het huidige bilaterale handelsdeficit dat de Verenigde Staten nu heeft met betrekking ten aanzien van China. Dat is toch minder dan waarop Trump initieel had gehoopt. En ten derde, met betrekking tot het industriële beleid van China en met name de staatssubsidies, lijkt er op het eerste zicht weinig te veranderen. De Chinese overheid stimuleert nog altijd haar exportbedrijven via staatssubsidies en daar lijkt het op dit moment niet echt over te gaan. Wel, als het effectief tot een deal zou komen einde maart, dat zijn de geruchten, dan is dat natuurlijk positief. Het zou positief zijn moest er geen extra tariefverhogingen komen voor de economie, voor de financiële markten. Maar het is ook niet zo dat we daarom een forse positieve ommezwaai moeten verwachten. De handel tussen China en de Verenigde Staten vertegenwoordigt ongeveer 5% van de wereldwijde export. Dus dat plaatst het in perspectief. Het zou wel een goed punt zijn misschien voor de vooruitzichten van de wereldhandel, want die zijn echt wel fors gekelderd de voorbije kwartalen. In die zin is het misschien een soort van opluchting. Maar het zou ook te kort door de bocht zijn om te denken dat nu alle zorgen en onzekerheid van de baan is. Met name omdat Trump nu zijn pijlen lijkt te richten op de Europese autosector. En je ziet ook wereldwijd met nog heel wat politieke, geopolitieke onzekerheid die ook bedrijven nu aanspoort om hun investeringsplannen toch een beetje terug te schroeven. Met betrekking tot de financiële markten, tot slot, zou je kunnen zeggen dat de financiële markten eigenlijk al een duidelijk positieve rit hebben opzitten sinds begin dit jaar. Dat heeft te maken met het zeer soepele afwachtende beleid van centrale banken, maar ook met het vooruitzicht op die handelsdeal tussen Amerika en China. In die optiek zou je kunnen zeggen dat het al min of meer in de koers verrekend zit.